Want ik zit nu te wachten bij de gates van Eindhoven Airport. Over een half uurtje weet ik naar welke gate ik moet. Eindhoven Airport is echt... Ik heb in mijn hele leven nog maar één keer gevlogen. Dit wordt de tweede keer. Het was vanaf Schiphol. Eindhoven is natuurlijk een stukje... Eindhoven is natuurlijk een stukje kleiner. Maar eigenlijk ging alles heel erg snel. Ik was of online was ik ingecheckt. En omdat ik heb gekozen voor priority, hoeft mijn tas niet in te ruimen. Dus ik hoefde ook geen bagage af te geven. Dus ik kwam eigenlijk meteen door naar de beveiliging. En daar ging het eigenlijk allemaal vrij soepel. En nu wacht ik in de vertrekhal. Ik weet naar welke gate ik moet. De eerste tegenslag is er al. De vlucht is met 2 uur en 10 minuten vertraagd. Fantastisch. Dus mijn verblijf wordt wat korter. Goed, het is nu 12:30. Over een uur kan ik naar de gate. Dan hebben we een vertraging van 2 uur en 10 minuten. Nou, als het zo blijft, is het niet heel erg. Dan ben ik alleen benieuwd hoe het met de autovuurbedrijf gaat. In Palma. Dat ze het zo gerekend een half uur na een landing de auto's kunnen halen. Maar goed, het is dus nu wat later geworden. Maar heel veel zorgen maak ik er niet over. In ieder geval ben ik ruim op tijd in Palma om in te checken in het hostel. Dat kan tussen 3 en 10. Ik zou ergens rond 5:30, 6 uur aankomen nu. Dus dat is niet anders. Een kleine update. De vlucht is alweer vertraagd. Dus we verwachten nu dat hij om 3:10 gaat vertrekken. In plaats van de originele 12:30. Het schijnt iets te maken hebben met de storing bij de luchtverkeersleiding van gisteren. Dus, of dat waar is of niet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is wel een klote, zeg maar. Ik heb wel een coupon gekregen van 5 euro waarmee je wat eten kan kopen. Dat heb ik gedaan. Ik zit eindelijk in het vliegtuig. Bij het raam. Super chill. We hopen dat we snel vertrekken.